Ja, natuurlijk is het wel even zoeken naar die bal. De bal ligt zeker op het veld, maar het is niet duidelijk waar. Is dus misschien de bal verstopt, het kan altijd gebeuren. Dat bijvoorbeeld een doelwachter heel erg nerveus wordt, dat hij dan denkt, die bal die, die gaan we even opzij leggen. Of we spelen met twee voetballen als een soort afleidingsmanoeuvre, maar toch niet, want dan heeft die speler de bal gevonden en die gaat er gelijk mee aan de haal, begint goed uh, rond te dribbelen. Er is goed op gewerkt, dat hadden we niet gedacht na wat er in Spanje is gebeurd vorig jaar: dat de speler nog zo goed zou dribbelen. We hadden toch gedacht dat hij geblesseerd was, en dat is hij ook, maar daar laat hij niks van merken. Hij gaat er lekker vooruit, hij dribbelt met die bal, en die bal die gaat lekker vooruit, die bal die stribbelt ook niet tegen. De bal in die voetballen die zijn één. Dat zie je goed. Die gaat lekker vooruit. Het is eigenlijk jammer dat het voetbalveld niet nog groter is. Omdat het zo'n groot plezier is om die voetballer te zien gaan met die bal. En die bal die gaat vooruit. En die voetballer die loopt er achteraan. Heeft helemaal geen tegenstand. Waar zijn die andere spelers, zou je zeggen? Het lijkt alsof. Ja, die speler die gaat er zo goed vandoor. Het lijkt alsof hij alleen op het veld staat. Maar daar wordt u dan toch tegengehouden. En dan gaat die bal terug. Dan verwachten we natuurlijk de counter. Daarna krijg je natuurlijk de counter ja en die bal die wordt gecounterd, zo heb ik nog nooit een bal gecounterd zien worden. zijn we even het lijken twee ballen, het lijken opnieuw twee ballen, omdat je zo wordt afgeleid door dat tempo van die speler die er weer vooruit gaat en die nog sneller gaat en die in de richting, maar dat uh, wordt hij toch even afgetrapt, wordt hij toch even naar opzij gebracht en dan gaat hij rustig verder, geeft een prachtige pas, is de mooiste pas van dit hele seizoen. kijk hoe die kopie terugtikt en dat Weer met die kopie terug. En weer een kopbal. Er zijn 16 kopballen naar elkaar als ik hier van vorige week bijtel. En dan gaan we weer verder. En nu gaat die bal weer verder terug. In de richting van de vijand. En dan wordt hij weer gecounterd. En dan gaat hij vooruit. En hij geeft een paas. En die gaat schitterend. En die gaat schitterend. En dan komt de gol naar buiten. En kijk, die doelwachter... die wordt helemaal nerveus. Die weet niet welke kant hij uit moet gaan. En die bal die komt gaan. Dat is een heel erg ronde bal. En ook een heel erg goede speler. En dan gaat die... hij. <laughs> Dan gaat hij lekker verder. En dan gaat hij lekker terug. En dan gaat die bal weer terug. En dan komt nog een speler aan. En die geeft een passie aan. En dan geeft een tikkie terug. En dan gaat hij weer recht vooruit met die bal. En dan gaat hij. Die... En dan... die kibbetje springt ervoor. En die bal die gaat. Die bal die rolt verder. En die speler die kan niet meer aan. En die geeft nog een andere pas. En die geeft weer een pas. Je gaat vijftien keer weer die bal. Kijk, kijk hoe die bal rondvliegt. Met de kop. Met de voet. En dat is aan het truitje trekken. Dat mag niet. Maar hij komt dichterbij. Komt dichterbij de goal. Traatje trekken mag niet. En dan doet hij nog even een koprol. Kijk dan ze in een hinkstapsprong. Tegen die bal. Die keeper die zit niet meer. En goal! Dit hadden we niet verwacht, maar het Gielsbos heeft het gepresteerd. En zo gaan we terug naar Europa op het einde van de zomer. Met een prachtige uitslag. Kijk, in het stadion zijn ze ook helemaal gek geworden. Een prachtige doel. Wat de beëindiging is van een prachtige bas. Misschien wel een bootje die we dit seizoen gehad hebben. Ja, en die trainer is ook heel tevreden, terecht.